Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je de nieuwe producten van Essence zien. Ik heb ze verzameld in dit mandje. Essence heeft 2 keer in het jaar een assortimentsupdate. En de eerste update is altijd in februari met voorjaarsproducten. En dan normaal gesproken in augustus met de najaarsproducten. Dit jaar was Essence wat later, want door de corona kwamen de producten dit keer in oktober. Het zijn producten uit de kleine schappen. Het assortiment is vrij breed. Toen ik het persbericht binnenkreeg, was ik direct wel heel enthousiast. Maar ik zag wel dat in de kleine schappen een stuk minder producten van het persbericht lag. En dat komt natuurlijk door het ruimtegebrek. In de grote schappen zul je dus meer producten vinden. Ik zal ook even een linkje van het persbericht in de beschrijving zetten, zodat je eventjes kunt kijken wat er allemaal verkrijgbaar is, mocht je dat leuk vinden. En ja, je kunt ook de producten die in de grote schappen verkrijgbaar zijn via de website bestellen. Dus goed, mocht je nou benieuwd zijn welke producten er nieuw zijn gekomen in het assortiment van Essence, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga de producten niet swatchen, ik laat ze je alleen zien en ik vertel je even wat meer over de producten. Mocht je nou heel erg benieuwd zijn naar producten, kan ik er altijd nog een losse video van opnemen. Of eventueel mijn blogberichten naar voren schuiven. Maar dat mag je altijd even laten weten in de comments. Dus nou, dat gezegd hebbende, laten we gewoon gauw in de producten gaan duiken. Ik begin met 2 highlighters. Dit zijn de highlighters. Deze zijn op zich niet heel erg nieuw. Want deze hadden ze al in het assortiment zitten. Alleen deze zijn wat groter. Het doosje is eigenlijk wel gelijk gebleven. Ik zal er even eentje allereerst daarmee beginnen om het dichtbij te laten zien. Je ziet eigenlijk al dat dit eigenlijk gewoon helemaal niet veranderd is. Alleen in dit doosje zit 9 gram. Hij is er in 2 kleuren. Ik heb hier de 01 Mesmerizing. Het belooft een zachte en poeder te zijn. En Silky Smooth Powder Highlighter to Illuminate Your Complexion. Buildable Texture That Enchanges the Natural Glow. Je kunt hem dus opbouwen voor een natuurlijke gloed eigenlijk. Zo ziet hij er van binnen uit. Het is eigenlijk ook vrij hetzelfde als de kleine variant. Alleen wat hier dan op staat is nog Luminous Glow. En dat vind ik wel leuk. Ik vond die kleintjes trouwens heel fijn. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar deze. Hoe deze dan zal bevallen. En dan is er dus nog een kleurtje. En dat is de 02 Sun Showers. Die ziet er dus zo uit. Eigenlijk verder hetzelfde. Alleen deze heeft een wat lichter tintje als ik hem zo bekijk. Ik zal ze zo even naast elkaar houden. Eigenlijk is die verder helemaal hetzelfde. Alleen de kleurtjes zijn dan anders. Want als ik ze even naast elkaar houd voor je, kun je wel duidelijk kleurverschil zien. Dan zie je dat deze is wat lichter of wat koeler. En deze is ietsjes warmer. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar deze highlighters. Ze zien er mooi uit. Ik vind het ook wel fijn dat deze wat groter zijn. Want die kleintjes, daar ben je toch vrij snel doorheen. Dus ja, heel erg benieuwd naar deze 2. Dan hebben ze ook een nieuwe hydrating foundation. En deze komt in een doosje. Ik heb hem in de 40 neutraal vanille. Dit was de lichtste kleur in het schap die ze hadden. Ik ben bang dat hij misschien een beetje te donker gaat zijn. Maar goed, dat ga ik wel zien als ik hem ga testen. Maar hij heeft de naam Pretty Neutral Natural Hydrating Foundation gekregen. Er zit hyaluron in en aloe vera. En hij belooft 24 uur te blijven zitten. Hij is er in verschillende tinten trouwens. Er zit 30 milliliter in. Het is een hydraterende foundation met hyaluronzuur en aloe vera. Geeft 24 uur lang een mooie finish en hydrateert langdurig. Met een natuurlijke dekking en finish met een luchtige huid. Luchtig huidgevoel. Hij is compleet vegan. Ik ben wel even benieuwd naar het flesje dan. Of, oh kijk, het is een tubetje. Die ziet er dan zo uit. Ik denk ook dat deze gewoon nog dicht gesield is. Ga ik vanuit. Ja, kijk, hij is gewoon dicht gesield.
Dat is top. Dat vind ik wel fijn dat er nu een doosje omheen zit. Het is volgens mij wel voor het eerst dat Essence daarmee komt. Want dat heb ik nog nooit eerder gezien. Ik kan dus over de kleur nog niet zo heel veel zeggen. Maar omdat dit eigenlijk de lichtste kleur was die ze hadden, wat ik heb gezien. Misschien dat hier drie een nog lichtere kleur is. Maar ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd. En als hij toch niet... als hij vrij licht aanvoelt. Je kunt hem altijd ook nog een beetje blenden met wat andere foundation natuurlijk. Om de kleur wat lichter te maken. Maar ook heel erg benieuwd naar deze. Alleen, ik ben niet zo heel erg fan van tubetjes. Dus ik had het misschien nog fijner gevonden als het in een flesje had gezeten. Maar goed, dat is iets persoonlijks, denk ik. Dan heb ik twee mascara's. En dit zijn de Bold Volume en de Define It Volume mascara's. 24 Ever. Die zien er zo uit. Ik zal ze even één voor één met je doornemen. Ik zal beginnen met de Bold Volume mascara. Deze is te herkennen aan de roze tinten op de verpakking. Hij belooft 24 uur te blijven zitten en volume te geven. En een bold result. Dus ja. Waarschijnlijk zou je hier wimpers van moeten krijgen die echt geweldig eruit moeten gaan zien. Er zitten plantingrediënten in. Ook wax, hempseed, jojoba en almond oil. En vitamine E. En dat vind ik op zich wel fijn. Want ik heb eerder al producten getest waar hemp... onderdelen in zaten, die waren wel heel fijn. Ik vind de verpakking ook wel heel tof. Maar nou is natuurlijk de vraag het borsteltje. Hij ruikt ook wel iets anders. Je kunt ruiken dat er gewerkt is met de hempseed. Dit is het borsteltje. Dit zijn niet echt de borsteltjes waar ik per definitie van hou. Want deze is van plastic. Heeft vrij korte haartjes. En het is niet echt een borsteltje waar ik direct heel enthousiast van word. Maar goed, misschien is de mascara zelf wel heel fijn. Dus dat is allereerst dan deze, de Bold Volume. En dan heb ik ook de Define It Volume. En deze is dus te herkennen aan de paarse tinten op de verpakking. Eigenlijk is dit precies hetzelfde verhaal. Alleen deze belooft volume voor een Define It Result. En dezelfde ingrediënten eigenlijk die ik net noemde bij deze mascara zitten ook in deze. Dus nou, dat is verder niet heel bijzonder. Het borsteltje zal dan verder ook wel hetzelfde zijn en de geur ook. Oh nee, totaal niet. Ja, de geur is hetzelfde. Maar kijk, dit borsteltje vind ik dan wel geweldig. Want deze is niet van plastic. Hij heeft een vrij... brede haartjes zitten ook best wel kort op elkaar. Ja, dit borsteltje vind ik dan wel weer super. Dus zo kun je eigenlijk zien twee hele verschillende mascara's. Die toch op elkaar lijken, maar dan toch weer anders zijn door wat ze beloven. Maar ook natuurlijk vanwege de borsteltjes. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar beide mascara's. Maar mijn voorkeur gaat dan weer vanwege het borsteltje meer uit naar deze dan naar deze. Maar ik vind ze wel heel mooi eruit zien. Het volgende product wat ik heb, dat is een Brow Pomade Plus Brush. En deze komt ook in een doosje. Het is een 2-in-1 Brush Plus Pomade Inside. Het doosje ziet er zo uit. Dus eigenlijk best wel leuk dat ze daarmee gewerkt hebben. Er zit 1,2 gram in. De kleur, dat is ook wel even handig. Die zie ik niet. Nou, laten we gewoon... Oh jawel, die staat hierop. Dit is de kleur... Ik kan het bijna niet lezen. Het staat er echt heel slecht op. 01. Ja, gewoon 01. Het heeft verder geen naam. Zo ziet de verpakking eruit. Op zich wel leuk. Ik ga even beginnen met... Oh ja, kijk. Hier heb je dan... Als je de achterkant eraf draait, komt hier het product. Die zit hier dus in. Je ziet ook eigenlijk al een beetje aan de kleur dat dit die deze kleur heeft. Dus dat is dan die. Maar dan ben ik heel benieuwd als ik nou dit ga opendraaien. Oh ja, dan is dit het borsteltje. Je kunt dus met dit borsteltje, kun je dus als je het onderkantje eruit draait, hierin gaan dippen. En dan kun je het dus gaan aanbrengen. Ik vraag me af of dit systeem gaat werken. Ik vind het wel heel leuk bedacht. Maar dat moet gaan blijken. Ik vind het wel iets totaal nieuws als wat ze
eerder hadden. Dus ik ben er zeker heel erg benieuwd naar. Hij belooft long-lasting te zijn, smudgeproof en ook nog eens waterproof. Dus ja, we gaan dit gewoon maar eens proberen. En dan gaan we wel zien of het wat doet. Voor mij heeft het toch wel een beetje de luxe uitstraling. Omdat hij dus ook echt in een doosje zit. En dat vind ik wel heel tof. En zo heb je ook gewoon sneller de kans dat iets niet is gebruikt. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Dan heeft Essence een aantal producten uitgebracht op hele natuurlijke basis. En deze zitten in de Hello Good Stuff. Allereerst heb ik hier een Tinted Beauty Cream. Ik heb deze in de kleur 20 Medium. En ik heb een beetje het idee dat dit ook een beetje is ontstaan nadat ze afgelopen jaar de trendeditie hebben gehad met ook hele natuurlijke ingrediënten. En dat was ook geïnspireerd op hempzaadolie en dat soort dingen. En daar hebben ze dus nu een soort van lijn van gemaakt. Het is een moisturizing cream. En er zit een cactusblossom extract in. En er zitten dus geen microplastic deeltjes in. En geen mineraaloliën en ook geen parabenen. Er zit ook hyaluron in. En hij zou zorgen voor een compleet uit, hele naturel uitziende look, zeg maar. Maar ja, gezonde look moet ik eigenlijk zeggen. Het is een lichtgewicht formule, dus hij zal ook niet heel zwaar aanvoelen op de huid. En voor de perfecte make-up look. Hij heeft wel een lichte dekking en hij is compleet vegan. Ik denk dat deze ook gesealed is. Nee, deze niet. Het ruikt wel heel lekker. Kijk, er zit een heel klein openingetje in. Ik vind de geur wel heel lekker ruiken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik was over die, de producten uit die trendeditie met die henneplijn olie en zo was ik heel tevreden. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ook naar deze producten. En cactusblossom extract, daar ben ik zelf ook nog niet mee bekend. Dus die vind ik wel heel interessant. Dan hebben ze ook een face serum. Die komt ook uit de Hello Good Stuff lijn. En deze hydrateert en geeft een gloed. En hier zit pineapple extract in. Oh, dat gaat vast heel lekker ruiken. Hier zitten 97% aan natuurlijke ingrediënten in. Ook hier zitten geen microplastieke deeltjes in. Geen parabenen en ook geen mineraalolie en geen siliconen. Ja, er staat eigenlijk verder niet heel veel op dan wat ik je net vertelde. Ik ben wel heel benieuwd ook naar de geur. Deze werkt met een pipetje. Dus dat is altijd wel iets waar ik een beetje moeite mee heb. Maar zo kun je hem aanbrengen. Oh, die ruikt lekker. Hij doet me een beetje denken aan, aan taxi. Aan die blauwe smaak taxi. Wat is dat? Fruit of zo? In ieder geval de classic taxi vind ik dat. Daar doet me hier een beetje aan denken. Ja, en gewoon pineapple extract. Dat klinkt gewoon al heel goed. Ik denk wel dat je er moet schudden voor gebruiken. Het staat er niet op, maar vaak is dat wel zo. Ja, heel erg benieuwd. Nou, alleen de geur die vind ik al heerlijk. Dus ziet er ook heel veelbelovend uit. Dan heb ik ook een 3-in-1 face mist. En deze hydrateert fixed en refreshed. En hier zit watermeloen extract in. Voor deze geldt ook weer 90% natuurlijke ingrediënten, geen microplastic deeltjes, mineralenolieën, geen parabenen en ook geen siliconen. Je moet hem goed schudden voordat je hem gaat gebruiken en dan moet je hem 15 centimeter van je gezicht afhouden. Maar dat is eigenlijk bij elke gezichtsspray wel zo. Ik vind het flesje best wel klein, er zit 50 milliliter in en ja... Nou ja, goed. Er had voor mij meer in mogen zitten, maar oké, we doen het ermee. Hij hydrateert en refresht je skin en fixeert natuurlijk je make-up. Heeft gewoon eigenlijk een normale spraydop, zoals je kunt zien. Hij is wel vrij breed, heb ik het idee, maar deze kan ik natuurlijk nog niet ruiken, want deze is ook nog nieuw. Ben ik heel benieuwd naar. Ik word wel enthousiast als ik dit zo zie en lees.
Laatste product uit die lijn, dat is een face primer. En hier zit Caring Hemp Seed Oil in. En dit is 30 ml. En hier zitten dan weer 98% aan natuurlijke ingrediënten in. Die ziet er zo uit. Nou, eigenlijk precies hetzelfde verhaaltje. Geen parabenen, geen mineralen, olie, geen siliconen en geen microplastic deeltjes. Dus ja. Ja, ik kan het gewoon echt niet lezen. Want kijk, die tekst is groen op roze. Dat is gewoon echt een drama. Nou ja, er zitten gewoon natuurlijke ingrediënten in. En het is een moisturizing, formulating, refreshing. En hij, ja, hij verzorgt en maakt je gezicht dus wat frisser. En het is een lichtgewicht product. En is vrij smoothie. Quickly in. Hij is geschikt voor elke huidtype. Deze kan ik nog niet echt ruiken, maar heeft zo'n opening. Ik ben echt heel erg benieuwd naar deze producten. Maar één tip voor Essence. Die teksten maken ze toch een ander kleurtje. Want roze op groen is niet te lezen bijna. En het is ook een vrij klein lettertype. Dus dat vind ik een beetje jammer. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. En je ziet hier ook eigenlijk gewoon zo'n hennepplantje opstaan. Hè? Het is eigenlijk ook echt zo'n, ja, zo'n wietplantje staat erop. Dus deze komt denk ik nog het dichtst in de buurt bij die lijn die ze dus eerder hadden gehad. Die Trend editie. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar al die natuurlijke producten. Dus het ziet er leuk uit. Dan heb ik twee eyeliners. En allereerst heb ik de Tiny Tip Liner. Deze is waterproof. Dat is deze. Deze is verder gewoon zwart. Deep black zelfs. En het is een super precisie eyeliner met een matte finish. Hij is waterproof. Dus zit 1,1 ml in. En ook weer compleet vegan. Oh, wauw. Kijk, dit brusje is inderdaad super small. Kun je wel heel netjes mee werken, denk ik, als ik het zo bekijk. Ja, daar kun je heel precies mee werken. Ziet er heel veelbelovend uit. Ik ben ook echt heel benieuwd of die heel mooi mat gaat zijn. Maar ik vind ook de verpakking heel mooi, omdat die ook gewoon echt heel erg mat is. Dus dat ziet er wel heel tof uit. En ik heb ook de Easy Brush Liner. En dit is een eyeliner met een, ja, eigenlijk een hele zachte tip, zeg maar. Hij is super makkelijk aan te brengen en ook... Hier kun je heel precies mee werken. Dit is de kleur 01 Black. Hier zit 0,7 ml in. Ik vind de huls ook wel heel tof met die roze gouden letters erop. Het is een beetje moeilijk leesbaar. Komt ook niet lekker over op de camera. En dit is dan de tip. Ook eigenlijk vrij... hij gaat van breed naar dun, zeg maar. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik denk inderdaad wel dat je met beide eyeliners heel... makkelijk. Oh, deze moet je ook heel goed schudden. Kijk. Je hoort ook gewoon echt er wat in zit. Is dat bij deze ook? Nee, bij deze niet. Twee hele leuke eyeliners waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dus ja, we gaan het zien. Dan ben ik toegekomen aan de twee laatste producten. En dit is een combinatie van lipliners met lipsticks. Ik zal even beginnen met de lipliners. Dit zijn de Essence Stay 8 Hour Lip Liners die waterproof zijn. En er zit een puntenslijpertje bij. Dit zijn ze. Ik heb hier allereerst de kleur 04 Naïef. En dit is een smooth lip liner voor een precieze contouring. Die waterproof is. En ja, waar dus een puntenslijpertje bij zit. Het puntenslijpertje zit aan de achterkant. Dus als je die opendraait, heb je hier een heel klein puntenslijpertje. En dan is dit de liner zelf. Ik zal hem even omhoog draaien. Dit zijn wel lipliners waar ik zelf heel erg van hou. Ik snap alleen het puntenslijpertje niet zo heel erg goed. Maar misschien dat je hem gewoon weer even wat scherper kan slijpen. Dus dat is allereerst deze kleur. En die heb ik dan ook nog in de kleur 08 Passionate. En dat is deze kleur. En dit is een rode kleur. En die ziet er dus zo uit.
Superleuk. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind het leuk dat ze nu lipliners met lipsticks hebben uitgebracht. En de lipsticks die daarbij horen, dat zijn de long-lasting lipsticks in een basic zwarte huls. En dan heb ik hier allereerst de kleur 04 Naïef natuurlijk, die bij de lipliner past. Er staat verder heel weinig informatie op. Dit is de kleur. Dus ja, hij belooft long-lasting te zijn, maar verder staat er ook eigenlijk heel weinig informatie over op. Maar als je dan de lipliner erbij pakt en je kijkt even naar de achterkant, zie je eigenlijk wel dat dit best wel overeenkomt, zeg maar. Dus dat is dan deze. En die heb ik dan ook in de kleur 0108 Passionate. En dit is dus een rood kleurtje. Ziet er heel erg mooi uit. Ik heb zelf het idee dat ze wel glimmend gaan zijn, dus niet mat. En als ik dan hier ook even die lipliner naast hou, zie je dus dat dit heel goed matcht met elkaar. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze combinaties, want ik vind het echt super leuk dat Essence daar nu mee is gekomen met lipliners met bijpassende lipsticks. Dat vind ik zelf altijd wel heel erg tof. Het is toch soms vaak een beetje moeilijk om bij een lipstick de goede lipliner te vinden. Maar als ze gewoon echt bij elkaar passen, vind ik dat echt wel super leuk. Dus dit vind ik ook echt twee hele leuke items die ze hebben uitgebracht in deze lijn. Nou, dan waren dit de nieuwe producten van Essence uit de kleine schappen die ik je graag wilde laten zien. Ik moet zeggen, ik vond het wel heel erg jammer dat er bijvoorbeeld niks voor de nagels was in het kleine schap. En ook geen oogschaduwpalet of zo. Want daar word ik ook altijd wel heel erg blij van. Maar die heb ik gewoon niet kunnen ontdekken. Ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd of jij al producten hebt gescoord uit de nieuwe lijn. Of dat je zoiets had. Ik vond mijn ding niet. Ik heb ze overgeslagen. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd om naar deze producten. En ik wil ze ook heel graag gaan proberen. Word er ook wel heel erg blij van. Dus ja, wat dat betreft, het is niet heel veel, maar het is een leuke collectie. Die ik weer met heel veel liefde ga proberen. En ga reviewen. En wie weet komt er nog een video van. Dus ja, laat het zeker weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aan zetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je gewoon bij een volgende video weer te zien. Doeg!